Ik heb het gevoel dat ik uitgeput ben van het vechten en nergens meer zin in heb. Ben ik gewoon lui of zou het iets anders kunnen zijn? Je kan fit zijn, maar als je geen initiatief hebt of initiatiefverlies hebt of nergens meer plezier in beleeft, ja, dan moet dan dan je terughouden. Dan ben ja. je niet lui, toch? Ik nee. bedoel, iemand met een... Depressie is niet specifiek lui. Diegene nee. heeft gewoon geen puff meer. Wat maakt dat er dan objectief gezien weinig gebeurt? En wat maakt dan dat je tot weinig komt op een dag? Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle informatie en tips met jou delen. Mijn naam is Chris Huijzens en Spee en naast mij zit neurowetenschapper en neuropsycholoog Aisha. En vandaag gaan we weer een vraag beantwoorden. En voordat we dat doen, ben ik even benieuwd, hoe is het met jou? Ja goed, het zonnetje schijnt eindelijk weer. Bijzonder hè? Dus uh, na deze podcast ga ik denk ik rechtstreeks naar buiten, lekker een luisterboekje luisteren. Ja, je en, merkt ook gelijk dat de stemming wat beter wordt, hè? Ja, normaal zit ik er als een gaftak bij, nu opeens zo vrolijk. Ja, nee, 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 ik bedoel, <laughs> ik, ik bedoel er meer van. Dat, dat je merkt zodra het weer lekker is, dat je dan denkt: van oké, okay, hè, hè, dat heeft even geduurd, laten we dat. Ja, ja. Dus ik moet ook gelijk mijn gedrag erop aanpassen in plaats van dat je wat meer binnen zit. Ik denk: oh, ik moet gelijk naar buiten. Ja, 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 precies. Een soort ervan van, nu dit nog kan. Een soort van fear of missing out: FOMO, ja. hè? Dat ja. je inderdaad mist. Oké. Okay. De luistervraag die luidt als volgt: Ik heb het gevoel dat ik uitgeput ben van het vechten, en er nergens meer zin in heb. Ben ik gewoon lui of zou het iets anders kunnen zijn? Wat nou. is jouw eerste? Ja, ik vind het een hele, hele mooie zelfreflectievraag. Want ben ik gewoon lui of zou het iets anders kunnen zijn? Dan, dan denk ik me gelijk denk gelijk van waar denk je dan anders aan? En wat je dan binnen de huisartspraktijk vaak hebt is dat mensen dan denken van hoe oh, zou het dan met schuldklier kunnen zijn? Of mis ik? Dit is een hele bekende. Mis ik niet wat vitaminen of mineralen? Omdat op, op Instagram mensen zeggen dat ik uh, vitamine huppelde pup nodig heb of uh, magnesium huppelde pup. Dat zijn een beetje de de typerende vragen. En uh, ja, 9 van de 10 keer is dat niet zo. Maar ja, dus dit, dit, dat is even een zijweg hoor, maar ik denk lui. Ja, wanneer ben je lui en wanneer ben je niet lui? Ik heb dit volgens mij wel eens opgezocht, omdat ik ook wel eens um, cliënten had die dan um, over zichzelf aan het praten waren. Van ja, maar ik ben ook gewoon, ik ben heel lui. Dus dat ze dat zichzelf dan een beetje aanlijken te praten in het kader. En dan heb ik wel eens volgens mij opgezocht van, hé, hey, wanneer ben je nou precies lui? Mm -hmm. En uh, het lijkt toch wel iets meer te zijn wat tussen mensen heerst. Van hé, hey, dat noemen we lui of dat niet. Maar ik kon eigenlijk geen objectieve oorzaak of objectieve beschrijving ook ontdekken. En ook als ik hier nu aan denk van, hey, ben, ben je lui of is er meer aan de hand? Nou, er gaan bij mij echt zoveel vragen eigenlijk vooral rinkelen in mijn hoofd. En um, in mijn hoofd zitten nu al verschillende verklaringsmodellen waar ik dan benieuwd naar zou zijn. Om dus te kijken, van, hè, dat, uh, want ik hoorde iets in het aspect van de lezersvraag van een mentale strijd. Ja. En uitgeput zijn van het vechten. Dus dan denk ik eigenlijk ook wel van, hé, hey, wat zou dat dan voor mentale strijd zijn? En dat er iets onderliggends meer zit. Dat klinkt dan ook wel eens een tijdelijke toestand bijna. En ik hoor ook uh, dingen als, ja, bij luiheid moet je ook altijd denken aan vermoeidheid. En wanneer ben je nou vermoeid en wanneer ben je lui? Ja. En ook natuurlijk initi initiatief verliezen. Ja. Want ja. Je, kan, je kan fit zijn, maar als je geen initiatief hebt of, of, of initiatief verlies hebt of nergens meer plezier in beleeft. Ja, dan, 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 ik dan ik word je terughouden. Dan ben ja. je niet lui, toch? Ik nee. bedoel, iemand met een depressie is niet specifiek lui. Diegene nee. heeft gewoon geen puf meer. Nee, en dus dat is denk ik het hele lastige als je het over luiheid hebt. Tenminste, in mijn hoofd, dus luiheid, is dat eerder een soort van taboe. Waar ik ook gelijk aan moet denken is aan de zeven hoofdzondes. Heb je daar ooit van gehoord? Ik ben er niet mee bezig. Wel de, 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 de x-aantal wereldwonderen, maar niet... De... Oh ja, de zeven wereldwonderen, ook ja. wel leuk. Kunnen we het een andere keer misschien over hebben. Ja. Um, en je hebt de zeven hoofdzondes. Ik denk dat het van origine misschien een christelijk iets is. Um, ik heb ook ooit een film gekeken, The Seven Sins, met Brad Pitt. Was een hele goede thriller, als je daarvan houdt. Mm -hmm. um, maar je hebt ook de zeven zondes dan, van de, van de mensheid. En dat zijn dan zondes zoals jaloezie en afgunst en... Uh, Wraak en hebzucht, en. Nou. Lust. Lust, trots. Nou, hooghartigheid. Dat soort ja. uh, zaken. En luiheid is daar dus ook een onderdeel van. En dat zegt. Het is, dus, denk ik, eigenlijk wel iets dat. Luiheid is iets wat wij mensen, dus eigenlijk over elkaar iets van elkaar vinden. Van hé, hey, jij bent lui. Maar ik denk ja. dat als je echt probeert te begrijpen van hé. Hey, dat gedrag dat iemand vertoont, dus hè, stel je voor dat je de hele dag niks doet en dat je niet werkt of als je werkt dat je niet vooruit te branden bent en dat er effectief aan het einde van de streep, nou ja, niet heel veel werk gedaan wordt of niet heel veel activiteiten gedaan worden, misschien dat vanuit de buitenkant dat dan als lui kan worden bestempeld ja. en dat iemand dat dus vervolgens ook over zichzelf kan gaan denken van ik ben lui want iedereen vindt mij lui of mijn ouders vinden mij lui of ik noem maar wat. Maar ik denk dat het eigenlijk veel belangrijker is, is dat wij gaan begrijpen van, hey, wat maakt dat er dan objectief gezien weinig gebeurt? Ja. En wat maakt dan dat 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 je tot weinig komt op een dag? Ja, want bij luiheid moet ik gelijk denken aan de twintiger die de hele dag jointjes aan het roken is en een beetje aan het gamen is en eigenlijk geen bijbaatje heeft, niet studeert of uh, niks wil doen en een beetje chips eet en energy drink drank drinkt. Ik noem ik noem maar wat. Dan ja. denk ik bij mezelf, ja, dan ben je gewoon lui. Maar dat komt omdat de, de, hetgeen wat je doet niet echt je, je activiteit stimuleert. Ja, ja, ik heb ook wel zo'n beeld inderdaad. Ik moet ook denken aan dan niet een twintiger, maar dan nog iets jonger. Zo'n puberende gamer die nergens zin in heeft. En dat ze ja. de ouders misschien proberen te activeren van hey, ga voetballen of ga naar buiten. En dat je denkt van ah oh, nee. Ja, precies. En, 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 en als we ons dan proberen te verplaatsen in zo'n iemand. Ik kan me dat ook wel voorstellen als jij als jij geen zin hebt om een bijbaantje te doen bij Robert Heijn. Of je hebt geen zin om andere dingen te doen, omdat, omdat je gewoon huiswerk moet maken. Maar daar heb je geen zin in. Als je nergens zin in hebt, dan word je automatisch niet voor jezelf, maar misschien voor de omgeving als lui ja. gezien. En dat is wat jij zegt. Dus misschien is het toch iets subjectiever. Een soort van stempel die je iemand kunt geven voor iemand die geen initiatief toont, iemand die niks doet en iemand die gewoon een beetje alles voorbij laat schieten. Maar goed, dan, dan vind ik dat ook wel lastig om te zeggen, want bij een depressie kies je daar niet voor. Nee, en dat is denk ik dus ook een hele belangrijke. Want wat je dus ook vooral bij een depressie ziet, als we het dan daarover hebben, kijk, um, dus nou ja, laten we zeggen dat in deze hypothetische situatie en mogelijk de luisteraar dus ook dat er. Objectief gezien niet heel veel activiteiten worden gedaan. Of dat er vanuit de buitenkant het lijkt alsof er niet heel veel gebeurt. Uh, maar op het moment dat er voor het sprake is van een depressie, nou, het, nou, naast de somberheid, het meest belangrijke kenmerk is dus eigenlijk motivatieverlies. Hm. Dus wat je ziet bij die mensen, is dat ze dus nergens zin in hebben. En, dus ook er, en dan op het moment dat ze zichzelf helemaal pushen om iets te gaan doen wat ontzettend veel energie kost dat ze daar dan vervolgens ook geen energie, energie of geen voldoening uithalen. Ja. Dus wat krijg je? Je krijgt een hele lijst met moetjes van allerlei dingen die je af, af moet werken. He, je moet je werk doen, je moet koken, je moet douchen. Het zijn allemaal dingen die dan op dat moment dan dus als ontzettend zwaar worden ervaren. Als echt een ballast wat iemand met zich meedraagt. En uh, vervolgens krijg je er dus niks voor terug, want je bent heel moe. Ja. En je, hebt geen, je krijgt er geen energie uit en je bent ook überhaupt niet gemotiveerd om het te doen ja dat is ook wel een mooi mooi verschil of ja mooi het is wel een interessant verschil tussen wat ik zag in de praktijk mensen met een burn-out en een depressie mensen met een depressie die hebben geen motivatie of zin om dingen te doen ja. en mensen met een burn-out hebben gewoon geen energie om dingen te doen ja, dus daar zeker. zit toch wel een heel interessant scheidingsplek maar eindstand hebben we ook natuurlijk ook een heel podcast aan gewijd dat die twee ook heel erg op elkaar lijken eigenlijk maar dus inderdaad de motivatieverlies is dus een heel belangrijk uh, ja, eigenschap als ik het zo mag noemen van dus een depressie? Ja, en dat is dus ook zo lastig. En dat maakt deze vraag misschien ook een beetje lastig in die zin, uh, of niet de dat de vraag lastig is, maar dat ook inderdaad, uh, het, het is dus een beetje de vraag van hé, hey, waar komt dat vandaan? Dus ik denk, hè, als wij als buitenstaander iemand denken van hé, hey, die is lui. Het zou eigenlijk veel beter zijn dan te denken van hé, hey, diegene doet weinig, maar waar komt dat dan vandaan? Is het een energieprobleem? Of is het een motivatieprobleem? Yeah. of is het geen van beide? En is het iemand die gewoon denkt van, hé, hey, joe, ik ga lekker chillen. Yeah. En uh, ik wil niet dingen doen waar ik geen zin in heb. Maar als ik, als ik, ja... Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Als je misschien ook gewoon in de verkeerde scene zit. Ja, precies. Dat ik, bij luiheid, en dat, dat ben ik misschien. Kijk, bij een, uh, hoe ik het me voorstel is dat bij een depressie dat eigenlijk alles je veel energie kost. En bij een burn-out trouwens ook. Dat Alles kost je veel energie en bij een burn-out wil je het dan wel, maar lukt het niet qua energie. En bij een depressie kost eigenlijk, ja, heb je eigenlijk nergens zin in. Dus in die zin, of je nou je favoriete hobby gaat doen of dat je iets meer moet je gaat doen. Ja, daar zit wel een klein verschil tussen, maar eigenlijk heb je in allebei geen zin. Ja. Terwijl ik me bij luiheid iets meer voorstel in de, in de zin van een persoonlijkheidskenmerk. Dan stel ik me meer voor van, hey dat diegene misschien wel zin en tijd heeft om te gaan paddelen of te gaan bungee jumpen of een feestje te pakken met vrienden. Maar op het moment dat het dan op werk of school of verplichtingen aankomt, dat iemand dan denkt van, nou, daar heb ik nou niet zoveel zin in. Nee, precies, precies. Dus, dus dat het, is een beetje selectief. Ja, en dat is natuurlijk ook waar je het over hebt, hè, met de depressie. Dus bij de depressie heb je dus die anhedonie, zoals we het noemen. Dus dat je de plezier, waar, dat je dingen waar je vroeger plezier uit kreeg, dat je daar nu geen plezier uit krijgt. Ja. Dus dat is dan wel heel interessant. Dat is wel, denk ik, het grote verschil. En terugkomend uh, op de vraag. Dus, ik heb het gevoel dat ik uitgeput ben van het vechten. en nergens meer zin in heb. Mm -hmm. Ik denk zelf, als ik dit zo hoor. dat dat wel echt bij een depressie past. Natuurlijk kunnen we dat niet stellen. Uh, we kunnen nu niet stellen dat dit een depressie is. Daarvoor zou je onder andere dus inderdaad met een professional moeten praten. Of je zou onze depressiecheck kunnen invullen, uh, waaruit je dus een score krijgt. Waar, waaruit je dus kunt halen van hey, hoe ernstig jouw depressieve klachten kunnen zijn. En mocht je nog niet gehoord hebben van onze depressiecheck, die kun je invullen op onze website www.kussenijsja.nl/slash depressiecheck. Of ik zal het linkje hieronder in de video of in de podcast uh, zal ik nog eventjes plaatsen. Maar uh, daar stellen we ook een aantal vragen aan de hand. Daarvan kun je dus stellen of je somber of depressief bent en hoe ernstig dat dan is. En kunnen we ook eventueel meedenken met je wat je daartegen kunt doen. Maar ik denk dat deze, deze persoon, als ik met de, deze beperkte informatie een inschatting moet maken, dat daarbij past. Wat was jouw indruk? Um, ja, ik denk dat dat. Ik zou hem zeker in mijn achterhoofd houden als um, differentiaaldiagnose. Zoals ja. je dat uh, chic zegt in de geneeskunst. Als ja. DD. Dus ja. ik zou hem uh, zeker in mijn achterhoofd houden. En ik zou inderdaad vooral benieuwd zijn ook van... hé, hey, waar komt het dan vandaan? En vooral ook meer vragen stellen. Maar het klinkt wel inderdaad op het moment dat je uitgeput bent door het vechten... en nergens zin meer in hebt... dat klinkt wel inderdaad alsof er op psychisch gebied... meerdere dingen aan de hand zijn. Ja. En ik denk dat dat ook, uh, voor zover dat kan... Dat maakt denk ik ook, hè. kijk, luiheid, dat klinkt meer als iets van, hey, wat bij je past of bij je als persoon past. Hè, dan zou ik eerder denken aan bepaalde, hè, als je lui bent, dat dat is misschien iets wat je altijd bent geweest. Of dat, hè, misschien dat je vanuit de opvoeding, vanuit thuis, minder grenzen bijvoorbeeld hebt meegekregen. Of dat, um, hè, in die zin, um, moet ik er ook een beetje aan denken bij luiheid. Kijk, zeker als je als kind opgroeit. En laten we even voor het gemak zeggen dat jouw ouders misschien, laten we zeggen, zeven of acht kinderen hadden. En je komt met je schoolwerk uh, thuis. En als kind, ja, je wil liever met je vriendjes spelen dan schoolwerk doen. En hè, als je ouders um, uh, een werken en zeven kinderen thuis hebben, dan kan ik me voorstellen dat, dat, dat het voor een ouder eigenlijk bijna onmogelijk is om al die zeven kinderen evenveel discipline mee te geven. En, en echt uit te leggen: van hé, hey, het is belangrijk dat jij nu dit vervelende onderdeel doet. Maar dat je doorzet, omdat dat je later veel gaat opleveren. Want hiermee kan je, een bepaalde, kan je het schooljaar halen, en dan kan je een bepaalde baan halen. En daarmee kan je een stabiel, uh, autonoom leven voor jezelf creëren. waarin je nou, later heel veel profijt van gaat hebben. Ja. En om even dan um, uh, als contrast: ik maar te zeggen, kijk, ik kan me voorstellen als je in een gezin opgroeit. waarin het zo hectisch was, dat je eigenlijk die persoonlijke mentorship van je ouders niet hebt. om jou door de nare dingen heen te helpen. Dus door de zure appel heen te bijten, omdat er daarna weet ik veel, het paradijs voor je open ligt. of de mogelijkheden voor je open liggen. Um, ik kan me voorstellen dat in zo'n opvoeding. dat dat wel een wat meer. Ja, wat we dan als lui zouden noemen. die tendens wat meer oproept. omdat dat wat misschien wat meer in je karakter zit. van hé. Hey, op het moment dat jij niet doorzet. of als je geen dingen doet, dat er eigenlijk geen consequenties aan verbonden worden. Ja, ja maar het is ook een beetje met, de, met de, het kind. Uh, het verwende kind van rijke ouders. Even zo noemen. Als je nooit echt doelen hebt moeten stellen of alles geregeld is. En je kreeg alles zeg maar, op, je, op, je, op je tafel zeg maar, voorgeschoteld. Dan word je ook lui. Natuurlijk, ja. je hebt niet moeten strijden. Je hebt dat niet geleerd van je ouders. Dus misschien is luiheid ook een soort van. Het is natuurlijk enerzijds bewust. Want jij kan ervoor kiezen van hé, hey, ik wil toch iets van maken. Ja. Maar anderzijds is het ook aangeleerd gedrag natuurlijk, van hey, wat, wat, wat voor opvoeding heb je gehad en waarom ben je lui. Maar even terugkomend, wat zijn, wat zijn eigenlijk veel voorkomende redenen? Want je had net over psychische klachten die dus dit soort eventjes de vermoeidheid kunnen opwekken. Wat zijn nog meer redenen van vermoeidheid? Want ik ken wel op fysiek vlak voornamelijk de redenen van vermoeidheid. Denk aan hypothyroïdie, dat je schildklier te traag is. Of uh, burn-out natuurlijk, dat is dan wat meer mentaal. Of bepaalde deficienties, anemie, mm -hmm. bloedarmoede. Als je bijvoorbeeld ergens bloed of menstruerende vrouwen, die hebben natuurlijk ook weinig bloed, die worden daar ook heel moe van. En op psychisch vlak, zijn er nog bepaalde aandoeningen waarvan je denkt van hé, hey, daar past moeheid echt goed bij? Um, ja, primair moet ik dan inderdaad ook aan de overspannings- en de burn-out klachten denken. Um, wat daarnaast natuurlijk ook speelt is dan van een depressie kan je ook heel moe worden. Dus, ja. dus de meest voor de hand liggende beelden, wat je in ieder geval zou willen uitsluiten, dan wel zou willen onderzoeken, zijn denk ik toch dan wel de burn-out en de depressie. Mm -hmm. uh, in die zin ook een voor de hand liggende is natuurlijk slaapproblemen. Dus op het moment dat jij te weinig slaapt of kwalitatief slecht slaapt, nee. dan laat je natuurlijk s'nachts ook niet goed genoeg op. Dus op het moment dat jij de hele dag een beetje als een halve zombie rondloopt, omdat je geen goede nachtrust hebt gehad, ja, ga dan maar heel veel dingen doen. Dan wil je het ook je energie overdag, als het ware, besparen. En dat kan dan misschien als lui overkomen. Maar misschien is dat ook omdat je um, s'nachts eigenlijk te weinig oplaadt... en dat je dan in een negatieve cirkel komt. Terwijl je dan ook eigenlijk juist zou willen motiveren... ook voor de mensen thuis die dan slecht slapen... om juist overdag veel te gaan doen. En ja, veel is dan natuurlijk relatief, maar hè, goed bezig te zijn overdag. Want daarmee vergroot je ook de kansen dat je dus s'nachts in slaap valt... En dat je dus ook wel weer zo'n herstellende nachtrust kan hebben. Dus dat kan ook een soort van negatieve cirkel zijn waar je uit wil breken. Ja. Of moet willen breken. Uh, de slaaptekort. Soms zou trauma natuurlijk ook uitputtend kunnen zijn. Dus stel je voor dat jij een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. Denk dan aan bijvoorbeeld uh, ja, van, van seksuele aard. Of uh, in het kader van mishandeling. Of een ongeluk. Of een ramp. Of een hele nare gebeurtenis. Hè, dat je een keertje overvallen bent. Of een inbreker. Uh, thuis hebt gehad. Nou, dat gaat vaak ook ten koste van je slaap en dan de hele dag, um, de hele dag ververs, ver, vervelende herinneringen en beelden aan die gebeurtenis. Dat is natuurlijk ook ontzettend uitputtend. Ja, nou, dat begrijp ik ook wel inderdaad. En dat is in die zin ook niet een gevecht dat je alleen zonder professional of het algemeen wint. Dus op het moment dat jij een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt en daaraan PTSS hebt overgehouden, ja, dat is dan ook non-stop eigenlijk een gevecht. Met jezelf, met je brein, dan in dit geval. Die die herinnering deed dat weer naar je bewustzijn drukt. Ja, en het kost natuurlijk ook heel veel energie hè, voor je lichaam om continu in die fight or flight state te zitten. Dus stel dat je inderdaad flink mishandeld bent. De wereld is een hele onveilige plek voor je geweest. Dan zal je ook door het leven gaan in een, in een wat verhoogdere, alerte staat. Ja. En die alertere straat, het, het heet ook niet voor niets. Fight or flight of rest and digest systeem. Dat is de andere kant. Dus je hebt twee systemen. Een actiesysteem in zenuwstelsel, om het even zo noemen. En een ontspan zenuwstelsel. Als die actiestand veel te hard aanstaat, altijd op overtouren staat, dat kost ook heel veel energie. Dus het is ja. ook uh, vretend inderdaad. Maar wat ik ook heel interessant vond. En uh, het scheelt dat je ook neurowetenschappen bent, misschien kunnen we het daarover hebben. Maar vermoeidheid en motivatieverlies. Dat zijn toch wel twee dingen die een beetje hand in hand gaan. Want stel mm. dat ik bijvoorbeeld een hele drukke dag heb gehad. of niet lekker heb geslapen, ben ik moe. En dan denk ik niet van: hé, laat ik even lekker gaan hardlopen. of laat ik even mijn dromen achterna zitten. Dus dat is wel heel interessant. Eh, zeg maar, waar komt motivatie vandaan in ons brein? Ja, dus dat is ook wel een hele interessante kwestie. Dus wat je zegt, dat herken ik ook heel erg. En dan heb je eigenlijk. Kijk, dat heb je ook bij mensen die dus. Um, je zou eigenlijk drie verschillende categorieën kunnen maken van de klachten die heel erg op elkaar lijken en ik denk in de volksmond heel erg door elkaar heen worden gebruikt. Als eerst heb je bijvoorbeeld van, hé, hey, ik ben moe. In de zin van mentaal moe en weinig energie. Dus dat dingen veel energie kosten om te doen. En aan de andere kant slaperig. En dat is dus letterlijk van, hé, hey, um, op het moment dat ik, eh, nou ja, dat is eigenlijk je, de, je lichaam de neiging heeft om in slaap te vallen. En dat noemen we dan natuurlijk ook moe, maar er is een verschil tussen mentaal moe en lichamelijk moe. En bij lichamelijk moe, dus in dit geval het slaperige, wat ik bijvoorbeeld altijd heb... is dat mijn oogleden zwaar worden. En dan merk ik van, oh, het is een te teken voor mij om in slaap te vallen. Ja. Of um, ja, helaas dan de negatieve kant, sommige mensen hebben dat ook natuurlijk in de auto... dat als ze van een nachtdienst bijvoorbeeld naar huis rijden, dat je ogen wegvallen. Dus dat is sowieso belangrijk, een onderscheid. Hè? Dus je kan een soort van chronische vermoeidheid gedurende de dag hebben of gedurende je leven... Wat je dan moeheid zou noemen. En je hebt slaperigheid in de zin van je kan niet wakker blijven. En dan heb je daarnaast heb je ook een soort van ja, dat zou ik dan eerder een soort van lusteloosheid noemen. Dus dat voelt een beetje misschien als vermoeidheid. Maar eigenlijk is het dus, dus dat je ja, er gewoon geen gevoel bij krijgt. Een lusteloosheid. Dat je gewoon geen motivatie hebt en geen zin hebt. Ja. Dus dan heb je het eigenlijk wat meer van iets anders systeem. Dus waar je bij de slaperigheid. Dat is dus meer wat je hebt op het moment dat je s'avonds naar bed gaat en niet meer wakker kan blijven. Dat is een soort van vermoeidheid. Yeah. Je hebt de normale moeheid. Dat is dus inderdaad meer van hey, dat, alles, dat je misschien een zwaar hoofd hebt en dat, dat je niet heel veel energie hebt om al in te gaan of heel veel dingen te doen. En je hebt een soort van lusteloosheid waarin alles gewoon een beetje meh voelt. En dat je dus ook geen, geen motivatie hebt en ook geen plezier uit dingen haalt. Ja, want die eerste twee dingen die je noemt zijn meer een soort van batterijprobleem, een energieprobleem. Ja. En dat lusteloosheid, dat, daar hoef je batterij, zeg maar, dat kan ook bij je, als je batterij niet leeg is. Ja, dus dat kan ook meer een chronische staat zijn. Dus, dus uh, lusteloosheid, dat is wat meer in de depressiehoek zou je dan willen zitten. Uh, de slaperigheid, dat is wat we allemaal op het einde van de dag, als het goed is, hebben. Dat je gewoon niet goed wakker kan blijven. En de vermoeidheid, dat is ook meer een soort van de subjectieve ervaring van de hoeveelheid energie die je hebt. En je kan je dan bijvoorbeeld voorstellen, kijk, stel je voor je bent zwanger bijvoorbeeld. Dan, hè, dan op het moment dat je om acht uur s'avonds al in slaap valt, omdat je zo moe bent, ja, dan ben je slaperig. Maar als je overdag aan het werk bent, dan ben je waarschijnlijk dan ben je moe. Yeah. Want je hebt niet meer zoveel energie. Omdat die baby heel veel energie van je. Ja consumeert. Ja, het is super interessant en het is misschien ook iets wat wij, wat we, wat we mensen, wat wij mensen misschien ook niet helemaal begrijpen, hè? Want, want ik denk dat het verleden ook een groot onderdeel speelt met de motivatie. Mm -hmm. uh, een mooie uitspraak is ook succes is gebouwd op onzekerheid en wat de uitspraak eigenlijk inhoudt is van, stel dat jij een bepaal, bepaald tekortkoming in jouw jeugd hebt gehad, uh, ik noem maar wat. Uh, een, een jongen uit de ghetto uh, is opgegroeid in noem maar even een bekende ghetto-kanaleiland of uh, weet ik het wat, de Belmer of iets dergelijks. En diegene heeft bijvoorbeeld heel veel pijn ondervonden omdat er bijvoorbeeld geen eten was, uh, geen melk was of uh, dat diegene geen, niet de kleding kon kopen die mm -hmm. hij wilde hebben altijd. Dat is een flinke tekortkoming. Is hij op gepest? Is hij gedit, gedat? En misschien dat zo'n jongen dan wel denkt van, hé, hey, ik moet... Bijvoorbeeld financieel stabiel zijn, ik moet die vrijheid hebben, want ik heb dat nooit gehad. En dan gaat er dan toch een, een, een vuurtje branden bij zo'n iemand van: hé, hey, ja. ik moet het maken, ik moet hard werken, ik moet, um, ik moet uh, universitair geschoold zijn om, om stabiliteit te creëren. Of de verkeerde kan natuurlijk, en dat kan misschien ook met andere trouwens, of ik moet de criminaliteit in, want ik moet die vrijheid hebben of die financiële stabiliteit. stabiliteit. En ja, ik kan me ook voorstellen dat daar ook heel veel motivatie bij zit. Omdat je dus een pijn hebt die je wil compenseren. En daarom heb je dus die motivatie. Dus het is volgens mij ook een heel diepgaand proces. die ja. we niet helemaal gaan begrijpen. En meer een bijkomstigheid is dan een, een autonoom iets. Motivatie. Het is niet dat één gebiedje in je brein. zeg maar het motivatieknopje is. die aan of uit is. Nee. en dat dat heel simpel is. Ik noem al even wat. Nee, wat ook wel een heel leuk voorbeeld inderdaad. dat je noemt. En hoe ik dat dan zou interpreteren. is dan inderdaad ook dat. He, je hebt een soort van gezonde motivatie en een gezonde drive. Maar je hebt soms ook dat je aan het overcompenseren bent. Ja. En, um, en niet dat overcompenseren niet gezond is hoor. Ik ben uh, ik heb er zelf ook wel een handje van. Uh, maar dat is dus juist eigenlijk dat je dus zo graag uh, zo gemotiveerd bent, omdat je zo graag verandering wilt of zo graag iets wil, eigenlijk um, ja, iets nieuws voor jezelf wilt creëren. Dat je daarmee dus ook mogelijk weer het risico kan creëren van hey, dat je daarin over je eigen grens heen gaat. Ja. Want die motivatie of die mindset die is dan eigenlijk zo sterk. En die push je zo erg om het maximale uit jezelf te houden. Terwijl je lichaam misschien ook af en toe zegt zo van... hé, hey, dit is eigenlijk wel mijn max. En dat je dan weer het risico hebt dat als je gaat overcompenseren... Um, dat je dan tegen je eigen, ma eigen max steeds het langdurig aanloopt. En dan kom je weer in die overspanningsproblematiek. Uh, ja. ja, daar loop je dan weer een hoog risico op. Dus de motivatie kan ook nog eens de batterij leegmaken. Ja, dus wat eigenlijk wel heel interessant is ook wat je zegt... Hè? dus ik denk ook voor de luisteraar... He, van ook dat motivatieverlies of nergens zin in hebben en dat gevoel van die strijd, waar ik vooral ook heel benieuwd naar zou zijn, is hoe lang dat afspeelt. Want op het moment dat iemand zegt van, hey, alles ging wel gewoon redelijk, ik heb gewoon een uh, redelijk leven, gewoon met ditjes en datjes, maar ik heb eigenlijk was wel een tevreden persoon, Um, en nu, drie maanden geleden, uh, merk ik dat ik helemaal geen motivatieverlies meer is. Dan heb je dus echt een heel duidelijk omslagpunt. Ja. En dan is het dus interessant van, hé, hey, wat is in die drie maanden gebeurd? Is er sprake van een depressie? Heb je een traumatische gebeurtenis meegemaakt? Of heb je slaafproblemen? Zit je in een verhuizing? He, dus wat maakt eigenlijk dat die, dat die situatie die langdurig stabiel was, dat die veranderd is? Um, terwijl als iemand tegen mij zegt van, hé, hey, dit speelt al tien jaar. Ja. of Dit speelt al twintig jaar dan zou ik heel erg benieuwd zijn vooral van... hé, hey, maar um, hoe zag jouw leven eruit en hoe zag jouw jeugd eruit? En, en als zij dingen moest doen van je, van je ouders, hoe reageerden zij dan op jou? Werd dat gemotiveerd of werd dat gestimuleerd? Of um, ja, heb je, misschien heb je een moeilijke jeugd meegemaakt... met meerdere traumatische ervaringen en dat dat heel veel energie opslokt. Ja. Of um, hè, dan zie je ook wat meer de chronische depressies. Die komen ook uh, wel voor en dat zijn dan de langdurige... Met een moeilijke jeugd die dan eigenlijk al van jongs af aan vaker depressieve episodes hebben, die dan gedurende het leven vaker terugkomen, ja. Want het is wel interessant wat je zegt, hè? Dus, 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 eventjes hypothetisch gezien: een depressie die kun je behandelen. En wat we wel eens vaker terug horen van cliënten is dat ze dan zeggen: van bijvoorbeeld, hé, hey, mijn depressie die moet bij de oorzaak behandeld worden, van hé, hey, uh, ik ben ontslagen en ik mijn relaties uitgaan. Sindsdien ben ik depressief, dus ik kan nu wel mijn depressie aanpakken, maar ik moet de oorzaak aanpakken. Ja. En soms is dat ook het geval. Soms moet je de oorzaak ook aanpakken. bepaald trauma, jeugd, of wat dan ook, op bepaalde patronen. Maar ook heel vaak is dat eigenlijk niet nodig, toch? Je hoeft niet per se de oorzaak aan te pakken van je depressie. Nee, dus wat ik, kijk, stel je voor dat jij nog nooit in behandeling bent geweest. Je hebt een depressie en die begint op je, laten we zeggen, je 25ste of je 30ste of je 40ste. Wat je dus vaak ziet, is dat er een trigger is voor. Een depressie. En dat kan bij de ene een zwangerschap zijn, bij de ander een ontslag zijn... en bij de ander ja, langdurig stress of iets dergelijks. En vaak gaat het niet per se om de oorzaak... maar het gaat er meer om dat door die oorzaak word je somber. Net zoals dat uh, nou, jij ongetwijfeld wel eens somber wordt... of dat ik wel eens somber word. En somberheid is in die zin ook gewoon een normale emotie... om wel eens te ervaren of wel eens te voelen. Maar dan heb je dus die trigger waardoor je je somber voelt... En die somberheid die maakt eigenlijk automatisch, of vrijwel automatisch, dat je motivatieverlies krijgt. Ja. En als jij nou ja, weinig gemotiveerd bent, is de kans dan denk je groter of kleiner dan dat je iets gaat doen. Ja, die wordt kleiner inderdaad. En daarom heb je hulp nodig als je somber bent. Ja. Want als de motivatie niet uit jezelf komt, dan moet dat van iemand anders komen die wel verstand van. Ja, precies. Klacht heeft. En zo wordt het dus ook een beetje een visieuze cirkel. Dus je zegt eigenlijk al als je niet gemotiveerd bent om iets te doen. De kans wordt kleiner dat je iets gaat doen. Nou, en als je vervolgens dus ook weinig dingen gaat doen. dan heb je dus ook dat je geen voldoening meer krijgt uit de activiteiten. Yeah. En als je nergens meer voldoening of plezier uit haalt. Ja, dan word je nog somberder en dan wordt het nog erger. Yeah. Dus zo kom je eigenlijk heel snel automatisch in een visieuze cirkel terecht. En ja, ik geef wel eens het voorbeeld met sporten. Want um, nu ook ik dat niet meer hoor. Want nu, nu doe ik aan dansen en padel. En dat vind ik gewoon altijd leuk. Dus in die zin heb ik niet echt motivatieverlies. Maar ik weet nog wel vroeger, dan ging ik, um, wilde ik altijd twee, drie keer in de week sporten. En dan ging ik naar de sportschool, maar eigenlijk vind ik de sportschool niet zo heel boeiend. Mm -hmm. En dan heb je dus ook, dan heb je geen zin om te sporten. Maar als je dan eenmaal hebt gesport, dan heb je daar wel een fijn gevoel bij. En dan voel je je wel altijd beter. Dus dat ja. was de reden ook dat ik het altijd deed. Maar zo werkt het dus ook eigenlijk bij uh, somberheid. Hè? Dus je hebt geen zin om iets te gaan doen. Je hebt geen zin om naar die sportschool te gaan. Maar je kan eigenlijk bijna... Ja. Zij zou willen zeggen geld op inzetten. Dus in het kader van depressie zou ik misschien niet heel veel geld erop inzetten. <laughs> maar je kan er wel gewoon geld op inzetten dat op het moment dat je iets hebt gedaan, dat de kans dat je je slechter voelt, dat die gewoon heel klein is. Ja, want de, want de batterij heb je eigenlijk wel om bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan. Die, ja, die is die er moet, vaak, ja. vaak wel. Maar, maar goed, natuurlijk ook met een motivatieverlies, als je weinig doet in activiteit, kan die batterij ook minder worden. Maar in principe zou je het kunnen doen. En je hoeft niet per se naar de sportschool te gaan. Je kan ook. Uh, weet ik het wat, uh, je, je, je tuin even ontploegen of iets wat je leuk vindt. Nee, dat, <laughs> tuin ontploegen. Is na, natuurlijk niks boeiends hè, maar, maar stel je voor dat je ja, vissen leuk vindt, noem maar wat. Ja, dat je dan, weet ik het wat, een kwartiertje of half uurtje gaat vissen. Het kost energie, maar het geeft je wel plezier. Ja, zeker. En, en het, het belangrijkste dus ook in deze context is dat de doelen in die zin dus ook klein en haalbaar zijn. Ja. Dus uh, het hangt natuurlijk ook af van de gradatie van de somberheid en de depressie die je voelt. Op het moment dat jij voor het nog werkzaam bent. Dan kan je gaan denken van: hé, hey, kan je activiteiten bedenken. dat je niet alleen maar in die moedjes vervalt. maar ook fijne, leuke dingen ervaart. Mm -hmm. Maar op het moment dat je ernstig depressief bent. en nauwelijks je bed uit kan komen. ja, dan is het misschien beter om te starten met. Hè? zeker als ik vrouwen als cliënten heb. dan is bijna. wat ik bijna altijd adviseer is van. Uh, nou, om elke dag make-up op te doen. en je ja. aan te kleden. En dat voelt dan als een hele kleine stap. en dan denk je van: ja, ga ik me daar dan beter van voelen? Maar het zet je toch alweer in die activatiemodus. Ja. Yeah. Um, om je dag wel te starten en uit bed te komen en iets aan zelfzorg te doen. Ja. En um, wat jij ook eerder zei over de neurocircuits in je brein. Dus een, um, een, een, een boodschapperstofje van het brein, een neurotransmitter die heel erg gelinkt is aan motivatie, dat is dopamine. Mm -hmm. En wij denken vaak met dopamine, ja, het is niet iets wat je uit een pil kan halen en dat je denkt van... wow, ik heb ontzettend veel zin uh, in de dag en in het leven. Maar um, als je meer dopamine tot je krijgt, dan verhoogt dat dus ook de kans dat je bepaalde activiteiten gaat doen. Ja. Dus in die zin, um, dus ook in het kader van zo'n depressiebehandeling. Kijk, op het moment dat jij met iets begint, mm -hmm. ook al is het maar iets kleins, zoals bijvoorbeeld je make-up opdoen, dan vergroot je eigenlijk automatisch al de kans dat je daarna weer iets gaat doen of ja. kan doen. Dus zodoende kan je jezelf al makkelijker uit die loop halen, omdat. Ja, dat brein gaat gewoon een beetje vuren en dan krijg je positieve ja. um, reacties, van je brein in ieder geval, op een neurobiologisch niveau. Ja, het is ontzettend interessant, want zelfs in het leger bijvoorbeeld, uh, je moet je bed opmaken als eerste doel van de dag. En, dat zorgt, en om die discipline te trainen, moet je ook doelen stellen die behalen. Ja. En jezelf soort van overtuigen van, hé, hey, we gaan dingen gewoon doen, we gaan het allemaal fixen. Dus super interessant, we zijn heel diep. Diep gegaan, zeg maar, denk ik, in deze podcast. Nog eventjes als gecombineerde tip van de week. Um, wat kan deze persoon, of wat kunnen mensen doen om gemotiveerder... zich gemotiveerder te voelen? Of gemotiveerder te zijn? Ja. Ja, wat um, we net eigenlijk zeiden ook. Ik denk eigenlijk over... vooral aan... Um, waar ik bij deze persoon al vooral aan denk is van... hey, ga in contact met een professional. Dat is eigenlijk het eerste waarin ik denk. Want ik denk als je zo moe bent en zo uitgeput bent van het vechten. En als je ook de indruk hebt dat je lui bent. Dat, um, dat daar best wel wat. Um, er zitten natuurlijk best wel wat taboes en waardeoordelen op. Hè? Of van deze persoon zelf of vanuit de omgeving. En mijn, mijn, mijn antwoord zou eigenlijk vooral zijn. Is van hey, ga het onderzoeken. En uh, probeer dat in eerste instantie. Bijvoorbeeld zelf. Of probeer dat anders ook bijvoorbeeld met een professional. Of hè, ik kan ook graag met, natuurlijk met je meedenken. Uh, van, ga onderzoeken van hey, waar komt dat vandaan? Is dat iets wat nieuw is, dus wat tijdelijk is, of iets wat langdurig is? Zijn dat bepaalde patronen die je moet doorbreken? Of is het een depressie die je moet behandelen? Ja, dus de tip van de week: als je thuis zit met psychische klachten, zoek gewoon hulp. En dat kan in verschillende vormen. Je kan naar je huisarts gaan. Je kan bijvoorbeeld onze depressiecheck invullen. Dan denken wij automatisch mee. Of je kan een één op één oriëntatiegesprek met jou inplannen, die ook gratis is overigens. Laat iemand gewoon meekijken, want heel vaak weet je niet precies wat er bij jou speelt. Je, je weet dat de klachten er klachten te zijn, je weet dat je in een diep gat zit, maar je weet niet wat de oorzaak is. En zodra jij niet de oorzaak weet, weet je ook niet wat je er tegen moet doen. Dus zoek gewoon hulp. Ik denk dat dat een hele mooie tip van de week is. En uh, ik denk ook, als ik zo naar de tijd kijk, komen we ten einde van de podcast. Er komt zometeen ook een flinke lichtstraal de kamer binnen. En de vorige keer hebben we dat meegemaakt: dat als de zon naar binnen schijnt op de camera, dat alles eigenlijk verblind wordt. Dan word je Oteel. een engel. Dan word ik een engel. <laughs> dat zou heel mooi zijn. Dus uh, ja. Uh, mocht je thuis zitten en dit een leuke podcast vinden... vergeet dan vooral niet te abonneren op onze podcast. Vergeet ook geen sterretjes achter te laten. Dat helpt ons om door te blijven gaan met de podcast opnemen. En dat helpt uh, onze missie, namelijk dat Nederland mentaal sterker wordt. Ik wil je bedanken voor je aanwezigheid, Aisha. Ja, ook bedankt. Graag gedaan. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien of te spreken.